De vaste kijker onder jullie weten dat ik een tijdje geleden de Panasonic GA5 heb gekocht. Ik heb letterlijk de camera uit de doos gehaald, geheugenkaart erin en een accu erin. En niet veel later kwam de aankondiging dat er een Panasonic GH5S kwam. En in deze video gaan we kijken of het nodig is om over te stappen naar de GH5S. Laten we beginnen met het uiterlijk, want laten we wel wezen, daar begint het altijd als eerste mee. Het enige verschil daaraan ten opzichte van de GH5 is dat ze nu 3 rode accenten hebben. Een rood opnameknopje, de letter S staat achter GH5 geplakt en vervolgens de draaiknop waarmee je je single shot, je multishot of eventueel 6K foto of je timelapse kan instellen, is ook rood gemaakt. En dan het innerlijk, en dat is natuurlijk de plek waar de meeste wijzigingen zijn doorgevoerd. De GH5 heeft een 20 megapixel Micro Four Thirds sensor en die camera's die staan erom bekend dat ze niet heel goed zijn bij weinig licht. Bij de GH5S is het een 10 megapixel sensor. En in eerste instantie zou je misschien denken, dat is minder. Dus dan is dat automatisch toch ook slechter. Ja, niet helemaal. De sensorformaat is namelijk zelfs ietsje groter. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat heeft namelijk met de stabilisatie te maken. Maar omdat hij groter is en minder megapixel heeft, is wel iedere individuele pixel op de sensor groter. En daardoor dus beter en gevoeliger. Vandaar ook dat de S staat voor sensitivity, gevoeligheid. Panasonic claimt zelf dat de GH5S 14 stops dynamic range heeft. Dat zou heel bijzonder zijn. Ik heb het namelijk niet zelf kunnen testen. Maar wetende dat een Canon C300 Mark II, een camera die nu nog steeds om de bij de 12.000, 13.000 euro kost, 15 stops zou hebben. De GH5S kost 2500 euro, dus als dat waar is, dan zou dat al heel bijzonder zijn. En voor het eerst kan je nu 4K en 60p schieten in 8-bit, weliswaar intern. En op het moment dat je hem extern wil schieten, dan kan je dat verhogen naar 10-bit. En dan de belangrijkste wijziging, en dat is natuurlijk de 5-assige interne stabilisatie, die zo fantastisch is in de GH5. Die zit niet in de GH5S. En in eerste instantie toen ik dat ook hoorde, toen dacht ik echt, kom op, want dat ding is zo goed. Ik heb de GH5 even vergeleken met de GH5S, door simpelweg achteruit te lopen, stapvoets uit de hand te filmen. En het verschil is echt dramatisch groot. Nou kan je eventueel nog een gestabiliseerde lens gebruiken op de GH5S, maar alsnog, dat verschil blijft gigantisch groot ten opzichte van de GH5. Maar zoals ik net al zei, ze hebben natuurlijk met een reden eruit gehaald. Daardoor kon de sensor ietsje groter worden. En de camera zal voornamelijk gebruikt worden door professionele filmmakers. En die willen natuurlijk zelf bepalen hoe die camera, en vooral dus ook de sensor, gaat bewegen. En ook al staat hij bij de GH5 uit, hij zal altijd vanwege het magnetische veld achter de sensor altijd nog een soort van bewegen. Op het moment dat ik de GH5 op een auto zou gebruiken, zou hij altijd nog trillingen doorgeven. Terwijl hij het met de GH5S dus juist niet moet doen. En dat dus een scherpe beeld zou opleveren. En wat ook een heel bijzonder nieuwtje is in deze camera is het Dual Native ISO. Dat betekent simpelweg dat er 2 ISO settings zijn waarop de camera het beste presteert. Dus het beste dynamische bereik tegen zo min mogelijk ruis. Nou heb je dat bij een standaard picture profile, dus standaard CineD, CineV, heb je dat bij ISO 400 en bij ISO 2500. Op het moment dat je naar VLOG gaat, die op de GH5S standaard zit, waarbij de GH5 moest je ervoor bij betalen, daar zit hij bij ISO 800 en 5000. En internet staat er al helemaal vol mee, maar we gaan toch nog even een ISO-testje doen. Even kijken hoe goed die GH5S nou echt is vergeleken met de GH5.
inderdaad, de GH5S is veel beter in dat soort omstandigheden dan de GH5. Aangezien YouTube deze video natuurlijk ook comprimeert, zal ik de footage die jullie zojuist zagen ter beschikking stellen, zodat je zelf nog even goed kan bekijken. De link staat in de beschrijving en laat even in de reactie weten wat je ervan vond. Daarbij moet ik wel zeggen dat Sony ze echt nogal steeds verslaat, maar ja, die sensor die is ook vele malen groter en het prijskaartje is ook vele malen hoger. Deze camera, ik zei het al, zit op 2500 euro. Een A7S II, die eigenlijk al een beetje gedateerd zit, die koop je voor ongeveer 200 euro meer. De A7R III, die zit al 1000 euro meer en daar zal ongetwijfeld ook nog een S van komen. Maar voor een Micro Four Thirds, voor 2500 euro met zulke lichtprestaties, vind ik het alsnog heel erg bijzonder. Wat ook heel fijn is dat je nu timecode kan gebruiken door middel van de flitsingang die op de voorkant van de camera zit. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, er zijn al heel veel berichten op internet waar uit blijkt dat het niet helemaal vlekkeloos verloopt. Op het moment dat je gesynkt bent met bijvoorbeeld je geluidsman, dan kan het zijn op het moment dat je camera uitzet of als die eventueel in slaap valt, dat die meerdere frames gaat verspringen. Daarbij kan je wel dezelfde XLR-adapter gebruiken als op de GH5. En er zit geen tijdslimiet meer op de camera, dus je kan net zo lang opnemen dat je kaartje vol is of je accu leeg. We komen alweer aan het einde van deze video. Ram alvast even op die abonneerknop. Ik heb nog een paar dingetjes. Ten eerste, op de GH5S kan je geen 6K anamorphic meer schieten. Kleinigheidje. Daartegenover staat wel dat je nu 240 frames per seconde slow motion kan schieten. Het is een lichtelijke crop mode en de kwaliteit is iets minder. Maar goed, je kan het. Ten opzichte van de 180 frames per seconde die de GH5 doet. En dan nog wel het grootste compliment wat ik Panasonic kan geven. En dat heeft te maken met de sensor. Die is 14-bit. Ja, je opnames zijn in 8 en in 10-bit. Maar het wordt verwerkt door een 14-bit sensor. En dat komt de color science heel erg ten goede. En jullie weten dat ik heel veel dingen met Canon schiet. En ik moet heel eerlijk zeggen dat voor het eerst nu een Panasonic camera qua kleuren heel dichtbij in de buurt komt bij een Canon. Het is ook nog eens een keer heel makkelijk te graden. Alle footage die jullie juist gezien hebben is gegraded door middel van een S-curve en een klein beetje filmconvert. En qua huidstint en de normale tinten die in de video zitten heb ik heel weinig aan hoeven te doen om het in de buurt te krijgen zoals het was. En dan de grote hamvraag: ga ik overstappen van de Panasonic GH5 naar de GH5S? En het antwoord is nee. En dat heeft te maken met die interne stabilisatie. Die is zo verdomd goed en die is zo belangrijk voor mijn werkzaamheden. Ik doe heel veel uit de hand. Ik doe heel veel run and gun. Heel snel op locatie zijn. Verschillende soorten shots maken en weer door. En niet zozeer waar de GH5S voor bedoeld is als dedicated filmcamera. Rustig vanaf statief. Eventueel inpassen in een gimbal. Als die situaties er komen, dan weet ik wel echt dat dat de camera is die ik ga gebruiken. En niet een Sony.